Dag, beste kijkers. Misschien vindt u het nog net iets te fris om die korte broek aan te trekken. De temperaturen klimmen voorlopig nog niet al te hoog. Meer dan 15 graden gaat er op vele plaatsen vandaag niet in zitten. Ja, en die zon die heeft het ook al wat moeilijk om er door te komen. Nu, ze gaat er wel doorpriemen in de loop van de namiddag. Op de ene plaats gaat dat al wat vlotter lukken dan op de andere. Deze voormiddag in elk geval waren er nog heel veel lage wolken. Maar dus vanmiddag gaat dat stilletjes aan toch wel wat mooier worden. Dus stilaan komen er meer en ook iets bredere opklaringen. We liggen onder de invloed van een hoge drukgebied. Maar ja, dat is niet altijd de garantie voor direct volop zon. En voor vanavond en vannacht kan er op vele plaatsen mist ontstaan. Dus ja, morgenochtend hardnekkig ochtendgrijs. Nu vrijdag in de loop van de dag gaat die zon er wel wat beter doorkomen. En dan ook later, ja, die wind die gaat iets meer neigen naar zuidoost en later naar zuidelijke hoek. Dus die temperaturen gaan wat hoger klimmen. En die droge landlucht voor zaterdag en zondag geeft ons ook veel zon. Dus het belooft best wel een aardig weekend te worden. Vandaag ja, laat die zon het nog wat afweten, maar in de loop van de dag komen er stilaan toch wel wat meer opklaringen. En dan gaan die temperaturen tot 15 graden in de Kempen, misschien tot 16 graden. En wie weet in het uiterste zuiden van het land, waar de kans op zon misschien net iets groter is, dat we daar nog een graadje mogen bijtellen. Voor vanavond en vannacht zijn er meer en stilaan ook bredere opklaringen. Dus het wordt vrijwel helder. En onder die opklaringen gaat dan later op de nacht op vele plaatsen mist kunnen ontstaan. Zeker in Vlaanderen en Brussel. Voor de Ardennen is die kans veel kleiner. Temperaturen tussen 6 en 9 graden. En ook morgen, ja, dat ochtendgrijs is toch wel redelijk hardnekkig. Dus hier en daar kan het even duren. Alvorens die zon er wat meer gaat doorkomen. Maar dus voor morgen verwachten we wel dat het toch sneller mooier wordt dan vandaag. En het wordt ook warmer. Temperaturen richting 19 graden. We zien wel een lokale 20 graden. En die gaan we zeker vrijdag halen. Het ochtendgrijs is dan al gauw verdwenen. En in de loop van de dag kunnen we genieten van mooie zonnige momenten. Later misschien hier en daar een paar stapelwolken, maar die zijn onschuldig van aard. Blijft overal droog. En dat is ook in het weekend het geval. Veel zon, in de loop van de dag wat stapelwolkjes en temperaturen die nog wat hoger kunnen geraken. Tot 22 en tegen zondag gemakkelijk tot 24 graden. Misschien lokaal nog iets meer. Maar begin volgende week, ja, dan vergroot alweer die onweersdreiging. Vanaf de Franse grens trekken regen- en onweersbuien over het land. En ook voor dinsdag, ja, hier en daar een bui. Temperaturen, ja, 19 graden, misschien hier en daar lokaal nog een 20 graden. Maar dus begin volgende week wordt het waarschijnlijk alweer wat wisselvalliger. Maar eerst hebben we nog een paar mooie dagen te goed. Meer erover later vanavond. Tot dan. Dag.